President Chandrika Prasad Santokhi heeft vandaag in de Nationale Assemblée bekendgemaakt dat de tweede fase van het uitbaggeren van de Suriname rivier binnenkort zal beginnen. Het staatshoofd stelt dat er ook plannen zijn om een veerverbinding tussen Paramaribo en Kommerwijnen van de grond te krijgen. Dit plan wordt binnenkort uitgewerkt en met de samenleving gedeeld. Specifiek voor de zeehaven en tegen de achtergrond van die offshore olie en gas wordt ook de Suriname rivier gebaggerd. En nogmaals, het lid Gayadir, meneer voorzitter, haalde aan in zijn betoog over de processen die ook tot stand moeten komen in het kader ook van deze baggerprojecten. En nogmaals, hierdoor kunnen we meer schepen tegen goedkopere tarieven binnenkrijgen. En dat zal ook leiden dat de prijzen omlaag moeten, meneer de voorzitter. Zaken die te maken hebben met onderzoekingen bij douane, dat is allemaal aangehoord. De minister van Financiën heeft de opdracht gehad om de zaken van het ministerie goed te monitoren. En dat is een zaak. Santokhi zegt verder dat er een aanzet is gegeven voor het oprichten van de Suriname Nationale Maritieme Associatie. Hierin zullen ter zake deskundigen uit de publieke en private sector zitting nemen. Het doel van dit orgaan is om te komen tot een meerjaren maritiem beleid en een vernieuwde strategie voor het maritiem platform. De Maritieme Autoriteit Suriname kijkt op beleidsniveau naar brandstof-efficiënte loodsboten. Deze boten hebben milieuvriendelijke verfmiddelen voor vaartuigen en vaarwegmarkeringen. Vanuit het International Maritime Organization zijn er duidelijke richtlijnen gegeven voor de scheepvaartsector. En vanaf 1 januari 2020 moeten de internationale schepen brandstof gebruiken met een zwavelgehalte minder dan 0,5%. Het staatshoofd stelt dat de lokale oliemaatschappijen al brandstof importeren met een lage gehalte aan sulfur. De bedoeling is dat de regering zich ook zal richten op het stimuleren van de toerisme sector.